Welkom op het mobilisatiecomplex, het terrein naast het vliegveld Hilversum, waar een aantal kunstenaars zitten. En ik ben er één van. Ik ben Diederik Kruijveld en ik maak mozaïeken van sloophout. Deze grote loods was 3 jaar geleden helemaal leeg, maar inmiddels heb ik er, zoals jullie zien, mijn paradijsje van gemaakt. Zeker ook dankzij de hulp van de gemeente Hilversum, die ik onwijs dankbaar ben. Maar voor een nieuw project, ik heb natuurlijk heel veel hout, maar voor een nieuw project heb ik de hulp nodig van heel veel Hilversummers. 2 jaar geleden maakte ik de mus bij de Riebeek Galerij. Maar in het kader van 600 jaar Hilversum ga ik nog 3 vogels maken. En daar heb ik de hulp van jullie bij nodig. Ik heb een voorraad van duizenden kilo's hout, vaak geschilderd met een kleurtje. Maar voor die 3 vogels heb ik hout nodig van minstens 600 Hilversummers. En waar moet je dan aan denken? Nou, gewoon een oranje plankje dat je nog ergens op zolder hebt liggen. Of een stukje van je schutting. Of een stukje vloerdeel. Of een stukje van een pallet. En daarom nodig ik jullie, alle Senverleden, uit om een plankje te komen brengen. En speciaal voor jullie is mijn werkplaats open op dinsdag 14 mei tussen 2 en 4 uur. Dus in mijn werkplaats naast het MOB-complex. En uiteraard staat er een kopje koffie of een kopje thee of een glaasje water voor jullie klaar. Maar neem wel een plankje mee.